Nou, deze klapperpiegel, die nu weg in water zwemmen. Maar gaan mijn nieuwe zangen en ze wonen kappen. En papa had een kleine zangen. En ook een wonen kappen, kleine voor papa. Oké. Okay. Nou, deze zie je ook. Maar daar kijk ik op. Dat was mis. Zo, papa. Nou, dit kaduim, dat gaan we nog een keer zingen. Ja. Dat is klaar. Kijkers. Nou, we kregen al wat aanbeten erover. Ja, we sloegen er al eentje mis. Ja, jij ook. Papa sloeg er al eentje mis. Nou, nu hebben we er een. Gelukkig heeft papa aan de andere kant ook gevoerd. Want deze is over de voerstek gegaan. Dus deze zal de vis hebben verjaagd. Maar dat maakt niet uit. Op naar het volgende plekje erover. Hallo? Ja? Volgende ja! Die is mooi, hè? Het park heeft meerdere slootjes, maar dat ga ik even op het einde vertellen hoe het park eruit ziet met de slootjes. Maar dit is er dus één. En hier loopt een tunneltje onder naar de andere kant, maar ze zitten niet aan elkaar vast, want er zitten rekjes voor. Dus de grote vissen kunnen niet heen en weer, maar de kleinere vissen kunnen er wel doorheen. En klein bedoel ik dan visjes van 20 centimeter. En de grote die zijn rond de 2-3 kilo hierin. En die kunnen er niet doorheen. Oh, nou, vertel. Nee, niet in mijn camera. Ja, wacht. Draaien. Oh, draai erover. Kijk, hij zit helemaal daar, bij die vogel. Ja, er zit een klachtje. En dat ritje aan de zijkant. Mag ik even hebben? Ja, zeker. Hier, nou vast. En strak houden, hè. Draaien. Oh, hij zit bijna onder die steiger. En is die weer niet hoor. Zo klein is die niet. Wat denk jij ervan? Groot of kleine? Groot. Grote. Hé, hey, en een muis. Een ratje. Ja, ik denk een ratje, maar dat maakt niet uit. Hé, hey, weer op je eigen hengel, vriend. Oh. Nou jongens, ook deze vecht wel aardig. Ondanks het wat kleinere formaat. Nu vind ik het. Blij van. Dan word jij er blij van. Nou, dat is mooi. De spiegel, die wilde jij toch? Ja. Ja. Nou hopen. En een angeltje, een angelnamertje. En een giebel. Ja. Wat een feest. Daar ben ik mee blij van. Daar word jij blij van. Nou, papa wordt blij als jij blij bent. Ja. Nou, dan hopen we dan vangen, hè? Want er zit maar een klein haakje op. Zo, we zullen hem even snel laten zien. We hebben het spiegel. Op je eigen hengel weer erover. Ja. Wat een prachtvis hier, jongens. Hele en mooie spiegel. Kom een beetje dichterbij, zo zien de mensen jou niet. Je hebt hem gevangen, toch? Ben je er blij mee? Ja, zie je wel. Ja, gaan we er nog één vangen? Ja. Zullen we deze weer snel terugzetten? Ja. Oké, nou, deze mag weer terug. Op naar de volgende. Is hij een beetje hoog? Gaat hij weer, die mooie spiegel? Kijk, even ondersteunen. Helemaal dag. Wat een joekel. Dat is een mooie, hè? Ja. Nou, die dachten we te vangen. Wij vangen een grote karper en een giebel. Een kroes, ik weet niet wat het is, maar hier kwamen we voor. Een babykarper. Ja. Toppie. Nou, Rover. Lekker hoor. Welke zat er aan jouw engel? Die. De grootste. Nee, die is klein. Oh, ja, maar je hebt wel de grootste. Kijk, papa had een kleintje tegelijk. Maar
klein. Oh, hij spettert. Maar. Prachtjes. Waar was het? Wat gaan we doen? Hey! Wat gaan we doen, Roper? Een poepie zingen, zangen. Een poepievis. Een poepie zangen. Een poepie, oké. Okay. Ja. Nou jongens, jullie zien het. Ik heb het draagmatje weer bij. We gaan een tweede sessie stalken doen, want dat vonden we allebei leuk. Gaan we even niet doen. Wat dan? Gaan we... Een bloemvis zangen. Een bloemvis. Een bloemvis. Nee, gaan we dat proberen. Kom maar. Ja. Nou jongens, ik ben op het plekje. Duurde uiteraard wat langer dan gepland, want die kleine man, die ziet van alles. Dat gaat ongeveer zo. Hé, hey, kijk wat naar daar. Zit hij daar? Konijn. Weer een konijn? Ja, kijk wat. Papa kijken. Gaat hij onderdoor? Gaat hij er onderdoor? Waar? Nee, kijk, een eekhoorn. Ik zie wel een vogel. Maar nee, kijk, zo bukken en dan zie je het konijn. Hoe moet je bukken? En dan zien we het konijn? Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan zoeken. Nee, nee, bij de bosjes. Oh ja, ik zie hem. Ja, ik zie je ook. Hé, hey, maar Rover, gaan we nu een vis vangen? Nee, nog niet. Oh. Kijk. Er lag nog een konijn. Hé, hey, maar papa gaat wel... Er lag nog konijn. Papa gaat wel voeren. Er lag twee konijnen. Ja. Nu was er één konijn. Oké. Okay. Nou, jullie hebben het kunnen zien. Het is wel een hele safari-tocht om hier te komen. Met al die konijnen, vogels en reigers. Maar we zijn er. En we gaan even wat voer in het water gooien. Want we willen natuurlijk uiteraard wel een paar mooie karpetjes vangen. Als je door. Kijk hier. Goed zo. Nou, we hebben gewoon wat maaien bij. Kijk, ze doen het nog. De laatste. Lipje dicht. Lichtjes zoete mais. Kleine pellets van 2 mm en wat grotere van 6. Nou. Papa? Ja. Kijk nou, een bootje. O ja, hartstikke mooi. Die haak in de wassen hier. Dat is goed, jongen. Ja, haak in de wassen buiten. Want dan zien we hier. Zo, en we gooien er wat 2 mm pellets in. Ik ook. Ja, jongens, die zijn echt... Ja, dat mag er ook, hè. Ja. Ja, zo. Anders valt alles op de grond met die kleintjes. Goed zo. Echt een grote. Wil je een paar grote? Kijk eens. Nou, goed gooien, hè. En... Hop. Kijk eens. Heel goed. Zo, ik blijf staan nou, Roop. Keurig. Laatste. Zo, en aan de andere kant doen we precies hetzelfde. We voeren hier ook wat grote pellets. Rijdt. Die kleine, die gooi je gewoon weer op een berg. En die 2 mm jongens, die zijn echt kibbing. Dat is me altijd al opgevallen bij elke vakantie.
Daar worden ze helemaal gek van je over die kleine pellets. En dan kan je gerust verstrooien, want het is zo klein. Zo. Je hoeft niet bang van te zijn dat je daar te veel van voert in ieder geval. Zo, we bewaren nog wat. Kunnen we nog bijvoeren straks. Prik jij hem een taakje? Aan de voorkant prikken. En... Hou stil, hou stil. Bijna. Ja, goed gedaan. Je hebt je worm erop geprikt. Knap het? Nou, deze zag ik al zang, maar die zag ik. Heel goed, hè? En wat is het? Een? Schubkarper. Een schubkarper. Hele kleine. Hele kleine. Maar we gaan er nog een paar vangen, hè? Ja. Zie je dat? Nou. Vertel me. Deze zie je ook. Hij wil geen vieze handen krijgen, jongens, maar we hebben echt monsters. Oh, wat is dit erover? De voren, hè? De voren. De voren. En weer een joekel van een karper. Oh, die voren die wil terug. Die karper die wil zich wel laten zien. Zie je dat? Van de joekels, hè? Ja, jij is zo. Ja, hij is weer weg. Ze gaan weer terug, ja. En die één. Nou jongens, het leuke is dus aan deze slootjes die door het park heen lopen. Dat het niet om de grote vis gaat, maar om de mooie kleine visjes. En ook dit weer. Nou moet je kijken jongens. Een heel klein spiegeltje, maar prachtig joh. Als je dit op van die lichte hengeltjes kan vangen. Natuurlijk geeft dit geen gevecht aan een penhengel, maar neem dan gewoon een licht spinhengeltje mee. Dobbeltje erop, wat maaien erop. Kleine pellets, 2 mm. En je vangt ze. Toekomst. Ja. Nou jongens, ik meen oprecht dat ik dit echt heel vet vind. Ze zijn echt niet groot, het zijn wel kleintjes erover, maar ze zijn mooi, hè? Hele mooie visjes. Ja, hier kan ik me echt wel serieus dagen op vermaken, hoor. En daar jij? Ben ik me blij mee. Ben jij er blij mee? Hij blij, we allemaal blij. Hé, tik hem aan, een vriend. Nee, hoef niet. Hé, weer niet gelukt. Hij mag weer terug. Nou jongens, we hebben die slootjes nu gehad. Dat zijn de middelste slootjes, de kleine slootjes. Die zijn ook weer verdeeld in verschillende vakken eigenlijk. Het zijn in totaal 1, 2, 3, 3 verschillende slootjes. En eigenlijk kan je op 5 plekjes kan je vissen. Dat is het plekje waar ik heb gezeten, aan beide kanten van het sluisje. Althans, sluisje, tunneltje. Dan kan je halverwege het speeltuintje kan je vissen. Daar zit ook een verhoging in met een waterval, dat er zuurstof in valt. Super slimme dag. Die sloot ligt weer wat hoger. Maar dan zou je in beide sloten kunnen vissen. Je hebt alleen een hekwerk wat ongeveer tot hier komt. Dat is natuurlijk voor de kinderen in de speeltuin. En de volgende twee stekjes is weer verderop. Bij het volgende kleine bruggetje aan die slootjes kan je ook weer aan beide kanten vissen. Dus eigenlijk heb je 6 plekjes om te kunnen vissen. Nou ja, als je dat een beetje in de ochtend doet zoals nu, wat ik doe, of 's avonds, even een uurtje. Nou, je vangt vorens, kleine karpers. We hebben zelfs 1 grote gevangen en 1 kruiskroes. Ik weet nog steeds niet wat het is, maar het is natuurlijk super leuk om te doen met de kleine, met een dobbertje. Of gewoon even tussendoor even wat anders. Dus, en neem dat kleine voer mee en dan gaat dat zeker lukken. Zo Rover, alle spullen bij in de onderhaakmat. We gaan even met de auto, want we gaan naar de geheime sloot. Dat wordt mooi, hè, Rover. Nou, aangezien ik op het einde van het park zit, ga ik even heel lui met de auto. We hebben alles hierin. Simpel 2 hengeltjes. Een rotpotje. En een hengeltje met een dobber. Zo. Hopsakee. Lukt het? Mooi. 3 hengels. Wat kan zij? Dobbertje, 2 statisch. Nou, pas op Rover, voor de hengels. Komen ze. Hopsa. Nou, die ligt erin. Het is maar een klein stukje, dus maak je zo heel erg uit hoe het ligt. Zo, hé. Oh, trek in zijn auto's. Nou, zien we zo wel. Zit je? Ja, bijna. Bijna. Kom op helpen. Kom, omdraaien. 1, 2. Nou jongens, aan de zijkant van het park kan je even parkeren. En dan moet je dus hier dat weiland inlopen. Het weiland dat tegenover de huisjes staat. En er zit 1 sloot. En die is afgedamd van de grote sloot. Dus eigenlijk kan de vis er niet uit. Nou, in die sloot, die ligt bij die bomen daar.
moeten ongeveer 100 karpers zitten. Het gewicht zou ik even checken, want het staat op de site. Maar ik geloof dat ze allemaal rond 5 kilo zijn. Nou, dat zou toch even leuk zijn. Ik ben zeer benieuwd of het lukt. We gaan ongeveer 2 uurtjes proberen. Kijken of dit de moeite waard is als je hier nou bent. Om dit ook eens te proberen voor de verandering. Ik bedoel, ik ben er een aardige tijd. Dus dan is het ook wel eens leuk om wat anders te doen. Daar klink ik een beetje buiten adem, maar die onthaakt me met al die spullen erin. Is ondertussen wel zwaar aan het worden. Maar goed, we zijn er bijna. Dat de moeite waard is? Denk het wel. Dan moet ik hem even hier onder die hengel door zien te krijgen. Ja, zwem maar. Hoppa. Dit was nog geen 10 minuten. Prachtig. Rover, ik heb er een. Hoppa. Gooi die pendel er even aan de kant. Zo. Is die verjaagd misschien een hoop? Maar als er zoveel zit als ze zeggen, ruim 100, moeten die ook zo weer terug zijn. Nou, kom maar. Heel mooi spiegeltje. Hopsa. En die zit erin. Oh, een hele mooie. Hier is hij, de eerste. Uit het geheime slootje zullen we het maar noemen. Ik hoop dat jullie hem zien, want ik zie mezelf totaal niet. Want ik heb de zon vol in mijn gezicht, maar ik denk dat jullie hem wel zien. Een pracht van een spiegel. Bijna vol schub aan deze kant. En de andere kant. Die is ook prachtig. Kijk eens jongens. Ja, dit is tof. Heel tof. We gaan er zelf terugzetten, kijken of we er nog eentje vangen. Maar ja, binnen een kwartier was deze al raak op de zoete meis. Toppie. Nou, om jullie te laten zien waar ik hem nou precies neerleg. De hengel is 2,5. Ik denk dat ik 3,5 meter lijn heb nu. Een rustige zwiep. Hoppa. Nou, dat zagen jullie niet. Maar hij ligt dus nou, letterlijk 3,5 meter van mijn stijgertje vandaan. Zo, gaan we deze hier neerzetten, Rover. Kom je kijken? Moet wel zachtjes op de stijger zijn, hè? Papa ligt vlakbij te vissen. Gaat dat lukken, denk je? Ja, kijk eens aan. Klein beetje strakker daar hierover. Kijk, zo. Hopsa. Nee, ik wil eerst roze hang, doe je eerst. Oh, vertel mij. Nou, nu ga ik over papa praten. Nou, papa heeft een karpers. En die bij haar. Dat was nu 1. Nu tot 2. Nu tot 3. Maar nu tot 2. Gaan we voor de tweede? Ja. Oké, toppie. Dit is stijgje nummer 2, jongens. Die is helemaal vol begroeid, zoals je kan zien. En die zal bijna gevist worden. En nu twijfel ik een beetje. Ik heb een uurtje gevist daar. Eentje gevangen. Ga ik hem hier nog even uitgooien. Voor een volgend uurtje. Maar de twijfel is, op de andere stek daar, heb ik een paar keer een lijnzwemmer, een paar tutut gehad, dat tik. Dus ik denk dat daar dus wel vis zit. Ga je hem dan eruit trekken of niet? Ik ga nog heel even 5 minuten aankijken. Nou, jullie snappen natuurlijk dat ik nu blijf zitten. Er zit vis op de stek. Er sprong er een, 2 meter achter. En de lijn liep strak. Het was strak, omhoog. Dus er zit er eentje tegen de lijn aan. Dus die moet op zijn plek. Op die voerplek zitten natuurlijk. Dus die zal zo nog wel gaan. Kom je eraan? Kom je helpen? Nee, dat was een rappe rover. Ik leg die hengel even rustig. Eerst wij de riet weg. Ik leg die hengel echt letterlijk... Nou, ik denk... Ik leg hem opnieuw in. Ik had even zo'n slecht gevoel.
Omdat hij toch een oploper had gekregen. Een grote? Weet ik niet, hij zwemt daar. En ik leg hem letterlijk in erover op de steen. Ik zet de piepen weer aan. En hij vliegt er vandoor. Dus of dat nou komt omdat ik hem opnieuw inleg, weet ik niet. Maar of dat hij misschien niet meer goed lag. Nou, dit is toch wel de moeite waard, jongens, om een keertje te proberen een avondje. Nou, niet mij de schuld geven als je hierheen gaat dat er al iemand zit, hè, elke keer en dat het druk is. Zo. Maar goed, jongens, nogmaals, superleuk om hier even een avondje te proberen of een ochtendje. Ik weet niet of ze hier 's ochtends of 's avonds beter vangen. Ik denk dat je sowieso voorlopig hier nog wel leuk vis kan vangen, omdat je eigenlijk bijna niet wordt gevist. Natuurlijk wel super tof. En zeker als het van dit soort visjes zijn, hoor. Want weer een pracht van een spiegeltje. Ik heb net gekeken, het is 7:15. We zijn om 6:00 weg. Dus ja, jongens. Binnen een uur. Nou, eigenlijk een uurtje vissen, want ik was hier om 6:00. Moest het Engels nog in. Een uurtje vissen. 2 vissen. Top. Hoppa, we hebben hem. Ja, het zijn prachtige visjes, jongens. Echt. Puntje gaaf, want er wordt nu op gevist. De bekjes zijn gaaf. Ja. Ik hoop dat hij meewerkt. Nee! Yeah. Wat willen we nog meer, jongens? Lekker met die kleine, die is druk bezig. Oh. Lekker visje vangen. Ah. Wat mij betreft is dit toch wel een topvakantie. En super tof natuurlijk dat we ook in dit slootje gewoon toch weer 2 visjes weten te vangen binnen een uur. Simpel op, meis. Onderhands neerleggen voor de kant ergens of voor het riet. Je hoeft niet eens te werpen. Ze liggen nog geen 5 meter van me vandaan. En we vangen ze. Top. Zo, we hebben een uurtje gevist hier. We hebben 2 vissen gevangen in dit slootje. Is voor mij voldoende. Ik wilde gewoon laten zien dat het kan. Nou, gelukkig is het gelukt. Het had ook een blank kunnen zijn, maar nee hoor. Vrij simpel te vangen. En ik denk dat de truc in dit slootje ook wel is. Gebruik 6 mm pellets. Ze gebruiken op dit park om te voeren 6 mm pellets van een bepaald merk. En ik heb toevallig dezelfde pellets kunnen bemachtigen. Die waren in de aanbieding. Ze zijn normaal vrij prijzig, maar ik had nu 10 kilo voor een schappelijke prijs. Die heb ik meegenomen en ik denk dat dat heel veel kan uitmaken. Dat is vertrouwd voor ze. Ze herkennen dat als veilig. Dus als je daarmee voert en vervolgens is een slootje waar bijna nooit in gevist wordt, een paar maiskorreltjes erbij gooien, dan moet het peanuts kunnen zijn. Natuurlijk ongetwijfeld, in deze video zal er meer gevist worden, maar probeer het gewoon 2-3 uurtjes. En het is super leuk voor de afwisseling, dit slootje. En wie weet vang je nog net zo'n mooie exemplaar als die ik had. Echt 2 supermooie vissen, wees eerlijk. Dus ik zou zeggen, probeer het ook eens in het slootje hier. Zo, we hebben alles bij de hand. Op naar de auto. Wat me trouwens wel opvalt, jongens, had ik eigenlijk niet verwacht. En dat vergeet ik net helemaal te zeggen. Ik had eigenlijk verwacht dat ik op een pennetje meer zou vangen hier. Maar toch, blijkbaar is statisch de beste manier. Althans, ga ik vanuit. Het pennetje heeft ook gewoon een uur ingelegen en getik gehad. En op die statische engels 2 runs. En duidelijk aanbeten dat de vis op de stek zat, omdat je dan een aantal valse piepen kreeg. Ik heb daar gespeeld. Jij hebt hier gespeeld, hè? Was gezellig, hè? Ja. Nou, toppie. Ja, ik daar ook. Ja, daar ook. Helemaal super. Nou, we gaan naar de auto. Ja.